Hoi, in deze video een compilatie van de eerste 6 dagen van mijn fietsreis van Ermelo naar Santiago. Ik ben nu zo'n 150 kilometer in Frankrijk, de eerste 600 kilometers zijn afgelegd. En in deze video dus een compilatie van de eerste 6 etappes. Als je het park afgaat, moet je linksaf. En dan bij de derde boom rechts. Hallo! Kijk uit! Eindelijk is het zover. Via de oude Arnhemse karweg. Het is nog hartstikke koud. Ik heb handschoenen aan. Maar ik ben op pad. Blaadjes beginnen net een beetje aan de bomen te komen, ook al is het eind april. Ik ben benieuwd hoe het er over een maand aan toe is. Nog even langs oom en tante, dat ligt op de route. En ach, wat leuk, ze hebben een schelpje voor me. En ze fietst gezellig mee om over te zetten op het pontje. Het wordt een tocht over een aantal rivieren, dwars Nederland door. En tot mijn verrassing komt ook daar mijn neef. Gezellig. En zo word ik echt uitgezwaaid. Het land uitgezet, zo voelt het. Adios! Bij Nijmegen steek ik de Waal over. Dreigende luchten. En het blijft gelukkig droog. Maar nog wel steeds super koud. En dan de Maas over. En zo heb ik al heel wat rivieren gehad. En de Maas zal ik dan heel eind volgen. Handschoenen nog steeds maar aan. Maar gelukkig blijft het droog. Wel een heel mooi pad. Mooie route langs de Maas. Lekker fietspad. En zo fiets ik Brabant binnen. Oh, toch een verkeerde afslag. Gelukkig blijkt dit niet het goede pad te zijn. Maar deze wel. Dit gaat weer lekker. Heerlijk, autoluw, richting het zuiden. En ik fiets Limburg binnen. En natuurlijk de eerste aanduidingen van de pelgrimsroute, alle beelden. En rond een uur of 4:30 fiets ik de camping op, met een camping die aan de Maas ligt. De eerste boot die langskomt varen. Dat lijkt onze eigen boot natuurlijk niet, maar wel qua naam Thalassa. Een beetje saaie campingplek. Het is eigenlijk een camperplek. Maar goed, ik wil de stroom om mijn fiets te kunnen opladen. Het is bitter, bitter, bitter koud deze nacht. Maar ik heb een plekje en de eerste dag zit erop. De tweede fietsdag. Het is Koningsdag in Nederland. En het begint met een heerlijk zonnetje. Dat hebben we een tijdje niet gezien. We waaieren lekker het Limburgse land in. Prachtige fietsroute. Opnieuw langs de Maas. Een heel eind met de Maas mee richting het zuiden. En Limburg staat natuurlijk ook bekend om zijn aspergevelden. Hier worden ze geoogst. Oh, en dit was dom. Een prachtige plek om uit te kijken over de Maas. Ik doe mijn bril af en ik laat hem toch bijna liggen. Gelukkig word ik gewaarschuwd. Ik had hem speciaal voor deze reis gekocht, laten maken. Zonnebril, op sterkte, met meekleurende glazen. Grote bril, dat er geen wind achter mijn ogen zou komen. Laat ik hem bijna liggen. Hier nog even een pauze om lekker wat yoga te doen. En zo fiets ik Thorn binnen, het mooie witte stadje.
Hier wel een paar vlaggen, maar verder zie ik heel weinig in het Limburgse land van Koningsdag. Een hele mooie oude stadskern waar ik doorheen fiets. Alle terrassen vol, helaas, pindakaas, doorfietsen en zelf maar wat verzinnen. Bij de Spanjaards aan de Maas ga ik lekker asperges eten. En zo kabbelt de dag rustig door. Zo'n 10 kilometer lang recht stuk langs een kanaal die afwisselend door België en Nederland gaat. Prachtige bloesems, volgens mij appels. En dadelijk verder af richting Maastricht. Na een bitter koude nacht, ik ben blij dat de dag begint. Helemaal weer opwarmen. Ja, dan moet alles weer in tassen. Het is nog even wennen om alles te organiseren. Als je in die tent kijkt, geloof je je ogen niet. Maar dit moet allemaal weer in 4 overzichtelijke tassen gepropt worden. Even een ontbijtje scoren, want gisteren waren alle winkels dicht. Rijstevlaai. En ja, het is niet anders. Het regenpak moet aan. Niet leuk. Maar ach, kilometers maken. Het wordt wel beloond met prachtige vergezichten. Het begint al mooi heuvelachtig te worden, het landschap. Met mooie uitzichten en ook prachtige doorkijkjes. Het blijft nog even koud en het blijft nog even afzien. En als ik in Vaals ben aangekomen, en klimmen natuurlijk ook, hè? Wow. Dan tijd voor een drankje. En het regenpak kan gelukkig uit op weg naar Aken. Met een slakkengangertje klim ik omhoog naar het drielandenpunt. Nooit geweten dat het zo hoog was en zo steil was en zo zwaar klimmen. Oh. België, Duitsland, Nederland. I did it! En zo rol ik België binnen. Ardennen. Het is behoorlijk stijl hier. Heel ver teruggeschakeld. Ik heb hem op tour gezet. Ik kom er bijna niet tegenop. Ik sta uit te hijgen hier. Er staat ook een hele stevige portie wind en hoofdzakelijk tegen. Maar dan door het Geuldal. Geweldig mooi uitzicht. Dat is dan weer een prachtige beloning. En kom ik uiteindelijk op de plaats van bestemming, camping in de Ardennen. Het is niet de mooiste plek, maar oh, een welverdiend biertje. En een beetje zout, zoute chips. Ik ben er.
de tweede Ardennen-etappe. Het is een miserige dag en het blijft eigenlijk de hele dag zo. Dus een regenpak aan, op pad. Natuurlijk met al die kenmerkende rivieren in de Ardennen, prachtig gezicht. En zo fiets ik met al die stroompjes mee. Klimmen, pedaleren. En de vele vergezichten, ja, vandaag heb ik er niet zo heel veel van te zien, want het is miserig, het is nevelig en koud. Ik hou mijn regenbroek aan, niet omdat het op dit moment regent, maar gewoon vanwege de kou. Een regen die je net wel een beetje nat maakt, maar ach, je fietst ook lekker door. En het gaat soms hard. De tijd ten wijle, hier valt het mee, maar ik heb de 50 in een afdaling aangetikt. En hier in de Ardennen zitten de honden gelukkig nog vast achter een rek, maar straks in Spanje kunnen ze ook loslopen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ook zo'n mooi meanderend riviertje waar ik langs ga. Maar goed, ik moet stroomopwaarts. En dan verlaat ik uiteindelijk de rivier en moet nog meer gaan klimmen. Het is zwaar. Maar pedaalslag voor pedaalslag, ik kom er en dan is het heerlijk om lekker beschut even een pauze in te lassen. Hehe. Nog een laatste lang recht stuk. Een mooi fietspad. Tot mijn verrassing, ik hoor ze in de verte al. Word ik in Bastogne, kom ik een mooie optocht inrijden met mijn toren. Wat een welkom in Bastogne. En weer 100 kilometer in de pocket. Na weer een bitterkoude nacht. Ik heb liggen klappertanden en rillen met allemaal lage kleding aan. Het is weer nat buiten, schoenen nat. Mijn spullen hang ik even te drogen. En nou, als dat één keer opgedroogd is, dan kan alles weer ingepakt worden. En am I ready to go? Hé, weer lekker op de fiets. Rollen maar. Nou, het gaat lekker een beetje de Ardennen uit, dus hoofdzakelijk naar beneden. Ja, en voor zo'n shot moet je ook weer teruglopen. Ik heb er wat voor over. In de Ardennen en ook later in Frankrijk heel veel begraafplaatsen. Vooral van de Eerste Wereldoorlog. Zo zinloos al deze jonge mensen die zijn overleden. Het raakt me, met name mijn moederhart. Oh, al die mensen die ja, ook deze tocht die ik nu maak hadden kunnen maken. Gewoon lekker vrij. De natuur in, de wereld in. Ik kom aan bij Abbey of Orville. Nou, daar is een groot gedoe gaande. Net een soort viering geweest volgens mij. Het is wel grappig hoe daar ja, mensen in vol tenue. Een of andere processie lijkt het wel. Ik heb geen idee. Ik krijg het ook niet uitgelegd. Want ik spreek geen Frans en zij geen Engels. Maar het ziet er leuk uit. Het is een abbey waar ook bier gebrouwen wordt en kaas gemaakt wordt. Dus ik neem hier, dit is de eerste stop die je kan maken. Een uitsmijter met kaas en ham en eindelijk mijn bakje koffie. En pardoes rijd ik Frankrijk binnen. Ik ben helemaal verbaasd dat ik er ineens al ben. Frankrijk, zomaar op de fiets. En zo dender ik lekker door met mooie vergezichten. Het is vandaag mooi weer. Leuke pittoreske dorpjes waar ik doorheen fiets. Mooie kleuren. Het is echt al ja, meteen anders. Anders dan de Ardennen. En natuurlijk ook de vele kerkjes. En zo slinger ik allerlei dorpjes door. Hartstikke leuk. Nieuwsgierige koeien. Zo lachen met die beesten.
Hallo. En zo rol ik weer door. De uitgesproken bruggen. Ook weer een mooie plek om te filmen. En al die koeien die keurig, zelfde soort bij soort, in een weidje staan. Gaan mijn gedachten ook wel naar uit. En nog steeds de grote gele velden. En zo kom ik aan bij de camping in Dun-sur-Meuse. Ik sta weer aan de Maas. Ik heb opnieuw 100 kilometer in de benen. Dus een welverdiend wit biertje. En lekker bijtanken. De dag begint aan een kabbelend beekje waar mijn tent staat. Vanuit mijn tent hoor ik het water, heerlijk rustgevend. Het gras is opnieuw natuurlijk hartstikke nat, dus ik besluit op blote voeten om mijn schoenen droog te houden. Alle spullen in te pakken, de tent nog even een beetje verplaatst en uiteindelijk ingepakt en wel. Eerst nog even een broodje scoren in Dun-sur-Meuse. Wat een liefde stoppen de bakkers hier in hun brood. Mijn eerste Franse croissantje. Het landgoed kenmerkt zich door kaarsrechte wegen dwars door het landschap heen. En nog steeds die geweldig uitgestrekte, mooie gele koolzaadvelden. Het is een grote lappendeken. Prachtig gezicht. En natuurlijk overal weer de gedenktekens en begraafplaatsen. En hele mooie vergezichten. Het wegdek is niet super denderend. En zo dender ik letterlijk over de weg. Mooi heuvelachtig landschap. Niet meer die steile klimmetjes, maar nou goed, het is nog wel steeds meters omhoog en omlaag, maar niet meer zo steil. Ja, nog een prachtige gedenkplek. En dan fiets ik zomaar Roger achterop. En we hebben een hele dag samen op de fiets, heel gezellig. Hij was herkenbaar natuurlijk aan zijn volbepakte fiets. Oh, gaat goed zo. We hebben een hoop lol met ook even samen wat shotjes maken. Ah, helaas pindakaas, weer een bui. Het regenpak mag weer aan. En ik fiets weer een stukje alleen. Roger besluit door te fietsen. Het gaat echt best wel even hard en zeker met de afdalingen is het ook koud met die regen. En Roger heeft inmiddels iemand anders opgepikt. We zijn met z'n drietjes nu. Nou, ik heb vandaag twee windvangers voor hem. Perfect, ideaal. In Lépine bezoeken we deze kathedraal. Een grootse, indrukwekkende kathedraal met die twee torens. Van binnen ook prachtig om te zien. Veel glas in lood schilderingen en ook hier een van de ramen waar Sint-Jacob is afgebeeld. En we fietsen natuurlijk ook het Sint-Jacobspad, dus die moesten we ontdekken. Hier is hij, de afbeelding van, het zal Jacobus zijn. En onze allereerste stempel, we waren als een kind zo blij met die eerste stempel. We moeten er even voor tekenen en ook deze dag zit er weer op. En de zevende dag is voor mij een rustdag. Ik ga eens even lekker mijn kleren uitwassen. Alles is een beetje vuil geworden, een beetje zweterig. Ik improviseer een waslijntje. En alles kan lekker drogen, want het is prachtig weer. Nog even een paar boodschapjes halen. Verder heb ik heel weinig gedaan die dag. Een beetje yoga om mijn lichaam weer een beetje te rekken, te strekken. Vooral mijn schouders en mijn bovenbenen die voelen best wel stijf aan na al het fietsen. En dan lekker genieten. Het filmpje wat je nu ziet heb ik op die dag in elkaar geflanst. En dan een wijntje, een broodje, een kaasje. Heerlijke dag. Tot zover deze eerste 6 etappes. De volgende etappes die vind je in deel 2.
En inmiddels ben ik in Nevers aangekomen. Ik geloof dat je het zo uitspreekt. Hier achter mij de kathedraal aan de Loire met de brug hier achter me. Maar dat vind je in de volgende video. Wil je me volgen in Polarsteps, dan is de link in de beschrijving onder deze video. En kan je gaandeweg mijn reis naar Santiago de Compostela, mijn 40-daagse fietsreis, kan je daar alles in volgen. Tot ziens!